Dit is nu de regionale ronde van de voorleeswedstrijd. Ja, wat beweegt de mens om in een jury te gaan zitten? Nou, misschien omdat ik al voorlezer van de Voorleesexpress ben, van de bibliotheek. En toen leek het me heel leuk om in zo'n jury te gaan zitten. Ik vind het vooral boeiend om de kinderen te horen voorlezen. En om mee te gaan in de verhalen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik zal het niet spannender maken dan nodig. Als eerste is dat Lieselot Grobbe. Lieselot, alsjeblieft. Hoe is het dat je min of meer gewonnen hebt, hè, in de regionale? Ja, vind ik superleuk. Had je het verwacht? Nee, echt totaal niet. Zeg, vertel eens, welk boek las je uit voor? Ik las Razend van Carrie Slee voor. Carrie Slee is een goede schrijfster. Ja. Heb je nog meer lievelingsschrijvers? Niet echt lievelings, maar Mirjam Oldehaven schrijft ook mooie boeken. Jacques Vriends. Lieselot, die heeft dus gewonnen. En dat meisje dat las ontzettend goed voor. Ze zat helemaal in het verhaal. De intonatie was goed, met het publiek, contact met het publiek was goed. Dus ja, het was gewoon heerlijk om te horen en om mee te maken. En de tweede die doorgaat is Lynn Warmerdam. Had je dat verwacht dat je zou winnen? Nee, totaal niet. Ik had echt niet verwacht. Heb je veel geoefend? Valt wel mee, want ik was anders bang dat ik het stukje uit mijn hoofd ging kennen en dan niet meer voor ging lezen. Want het is toch wel een apart vak eigenlijk, voorlezen of niet? Ja, het is heel anders dan zelf lezen, vind ik wel. Want dan lees je gewoon voor jezelf en nou lees je het opeens voor aan iedereen en dan kan iedereen je gewoon horen. Lynn vonden we ook goed, alleen het was een wat moeilijk stukje uit het boek. Je moest dus meer zelf je fantasie gebruiken om te kijken van wat gebeurt er in het verhaal. Maar juist dat bracht zij heel goed over. Waar gaan ze nu naartoe? Ze gaan nu 9 april gaan ze naar Nijverdal. En dan is het de provinciale ronde. En ik geloof dat daar weer zoiets van 8 voorleesters zijn. En dan gaan daar weer 2. En die gaan naar de landelijke ronde in Utrecht.